mensen, ik ben allemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PM Modpack. Jongens, wij gaan vandaag weer hele leuke dingen doen, want de 2000 likes zijn alweer gehaald. Dus we gaan sowieso 2 Lucky Blocks openen. Daarna ga ik waarschijnlijk... Ik moet waarschijnlijk gaan caven, ook al weet ik het niet zeker of ik ga caven. Want we kunnen ook gewoon alchemy doen. Of heb ik dat goed? Ja, dan kunnen we magical metallurgy doen. Dat is wat wij kunnen doen. Dan kunnen we als goed iron en gold veranderen of iets in gold veranderen. Weet ik veel precies hoe dat werkt. Dat is iets wat ik vandaag ga doen. En wij gaan een arcane magical furnace maken. Ik weet niet precies hoe het heet. Even kijken, furnace. Het was een alchemical furnace. Maar eerst 2 lucky blocks gaan wij openen. Want we hebben eigenlijk niet meer zo super veel gold meer. Wat eigenlijk een best wel probleem is. Dus wij gaan sowieso gold gaan wij fixen binnenkort. Ik weet nog niet wanneer of ik weet nog niet hoe of waar. Ik ga mijnen of iets. Maar dat zien we dan wel. Heel veel leuke reacties stonden er weer vandaag, jongens. Ik lees ze serieus allemaal en het helpt mij zo ontiegelijk goed. Het is serieus zo handig om al die reacties te lezen. Ik weet... En er staan natuurlijk ook hele leuke positieve dingen bij. Dus ik lees serieus alle reacties. Het is altijd super handig. En ook al heb je geen tips, ook al leer jij van deze video, is het altijd wel leuk om te lezen bijvoorbeeld van... Hey Sam, toffe video, ik leer hier best wel veel van. Het is allemaal echt super leuk. Zoals een reactie zei van upgrade je Lucky Block Island. En inderdaad, ik denk dat ik dat ga doen. En eigenlijk is dat een super goed idee. Dat ik dit een soort magical eiland ga maken. Dat het er allemaal een beetje magisch eruit ziet. Want ja, en dan echt zo'n stand waar ik dan zo'n Lucky Block op kan gooien. Dat is fucking slim. En dat is ook wel heel leuk. Dit is een Lucky Block. En hij is van Jelle Hemming. Dus bro, ik hoop dat jij mij geluk gegeven. Zo niet dan... Het is gewoon een iron block. Het is gewoon een iron block. Jelle Hemming. Thank you very much for the iron block, bro. Holy shit. Ik denk echt van, wat is dit nou? Maar dit is gewoon een iron block. Fucking vet. Of het is een meteor summoner. Dat zou ook wel kunnen. Ik hoop het niet. En de volgende is van Gamer Robin. Dus ik ben benieuwd wat hierin gaat zitten. En er zit serious rotten flesh. Wauw. Een rotten flesh en een iron block. Thank you very much, guys. Het is niet het beste. Gisteren had ik natuurlijk veel beter. Maar ja, ik ben er blij mee. Het is natuurlijk altijd leuk om mijn wall of luck vol te proppen. En die meteoriet was trouwens heel dichtbij. En eigenlijk vind ik dat best wel jammer. Want mijn landschap gaat daar best wel heel erg aan. Maar ja, daar kunnen we serieus niks aan doen. Nee, we kunnen er niks aan doen. Dus pech. Wij gaan ze even op de wall of luck zetten. Hebben we nog wat leather? Als het goed is hebben we echt fucking veel leather. Alleen ik weet niet waar het ligt. Leather, where are you? Where are you? Where can I find you? Of heb ik alles in boeken veranderd? Nee, ik had sowieso leather, toch? Ik had echt vet veel leather. Je gaat me niet zeggen dat het nu kwijt is of zo. Ben ik doodgegaan met al mijn leather? Nee, toch? Oh, kijk, hier ligt het gewoon. Herp derp. Sam, je bent weer fucking slim bezig. Alright. Ja, nee dus. Deze leggen we hier neer. Jongens, ik zou zeggen, doe vast al dus een like. Ik weet dat we nu ondertussen al 3 minuten in de video zitten. Maar ja, vergeet die like niet doen. Dan kunnen we morgen ook weer Lucky Blocks openen. En dan kom ik eigenlijk meteen op het volgende. Laat ik eerst even dit gaan fixen. Dat is wel zo eerlijk. Dan ploppen we... Nee, niet dat. Dat is slecht, okay. Dat is niet goed. Die stoppen we hier. En die stoppen we hier. We hadden eerst een iron block. En de iron block was van Jelle. Die zetten we even hier neer. En dan doen we 10-8-2014. Dat is een iron block van Jelle Hemming. Thank you very much, bro. Hoeft geen handje. Zo, hoppakee. En dan de volgende is van Gamer Robin. En het is ook weer 2 lucky blocks. Superveel... superveel Lucky Blocks hebben we eigenlijk al geopend. Rotten Flash, there you go. Niet het beste, maar het is wel super geniaal. Robin en nice, is daar ook weer tussen. We zijn er nu al 6 jongens, fucking vet. Nee, het is echt fucking vet. Ik kom even op het volgende. Binnenkort is er een Gamescom. En ik wil eigenlijk niet 6. Of nee, ik ben dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag... Zonder, ja, 6 inderdaad. 6 dagen ben ik weg. En ik wil eigenlijk niet
6 video's van tevoren opnemen. Ik wil dat gewoon simpelweg niet. Ik vind het, de interactie gaat eraan. Maar ja, ik kan kiezen of de interactie gaat eraan of ik ga 3 video's opnemen. En ik kies er serieus voor om 3 video's op te nemen. Dus ik ga 3 video's opnemen en die komen waarschijnlijk, ik weet niet, ergens in de week. Er komen sowieso heel veel video's komen eraan van Gamescom. Alleen het is even iets minder, omdat ik niet de interactie eraan wil verpesten. Want ik vind dat het zulke leuke interactie hebben en ik wil dat gewoon niet weghalen. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Zet maar in de reactie neer als je het niet mee eens bent. Dan begrijp ik dat volkomen, maar dan vind ik het wel leuk om dat ook weer te zien als jullie er niet mee eens zijn. Want ja, dan krijg ik ook weer soort, dat is positieve feedback voor mij. Als jullie denken van, nee Sam, eigenlijk vind ik het jammer dat je het niet doet. Natuurlijk is het jammer dat je het niet doet. Maar ja, meer in de zin van, ik zou het heel graag willen als je het toch wel doet. Alleen, mijn standpunt staat vast, het gaat gewoon simpelweg niet lukken. Want ik vind het heel erg jammer als ik het wel moet doen. Want ja, de interactie gaat eraan en dat vind ik zo jammer. En dan 3 video's is al veel, maar is ook wel weer genoeg. Ik ga ook Cloud Boots trouwens vandaag maken, maar dat kost ook heel veel gold. En dat is eigenlijk ook wel een probleem. Maar ja, ik ga het proberen te maken. Zo, dan moeten we... Dit was het toch? Oh, dan moeten we waarschijnlijk in een Arcane Worktable. Dat ben ik nog steeds niet aan. Arcane Worktable, there you go. En dan plaatsen we dit er zo omheen. En als het goed is, dan moeten we... Oh, dat is nog een meteoriet. Holy shit, 2 meteorieten. Dan hebben we heel veel arcane stone blocks. En waar was die gevallen? Niet in de buurt, gelukkig. Nee, toch? Ik zie het niet. Nee, hij is niet in de buurt gevallen. Dat is, daar ben ik blij mee. Ik hoop niet dat hij echt gewoon fucking naast mijn huis komt. Dat zal niet chill zijn. Nee, dat zal echt niet chill zijn. Die pakken we weer. Deze gaan we meteen even opladen. Ik denk dat het wel even handig is. Het is avond, dus ik ga ook meteen slapen. Dat is natuurlijk ook super chill. En dan gaan wij een Arcane Furnace maken. En ik weet niet hoe dat eruit ziet. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat eigenlijk nou is. En jullie zeiden trouwens van zo... Oh, alles is gewoon nog een vol lol. Mijn chestkamer moet ik eigenlijk ook binnenkort wat anders doen. Want ik denk dat ik niet meer ga werken met deze barrels hier beneden. Dus misschien kan ik hier gewoon al mijn chesten neerleggen. Want die barrels, ja, dat is eigenlijk toch geen slim idee. Nee. Dus heel veel werk gaat daarin. Maar dan ga ik hier waarschijnlijk gewoon... Dit wordt mijn Ars Magica plek. Of mijn Thorncraft plekje. En dan daar wordt mijn Ars Magica plekje. En dan ga ik daar waarschijnlijk de beacon maken. En dan komt het gewoon helemaal goed. En ziet er echt super tof uit. Uiteindelijk. Dus wat hebben we nodig, jongens? Wij gaan even kijken. Want ik heb het hier trouwens even opstaan. Het enige wat we nodig hebben is een cauldron en een furnace. That's it. Dus we hebben een cauldron hebben nodig. En dan gaan we even wat armor voor fixen. Zo, ik weet dat we natuurlijk eigenlijk een iron block daar hebben. Waarschijnlijk ook ergens iron hierin hebben. Alleen... Ja, pech. Ik wil niet al mijn iron. Dat iron daar kan ik ook best wel goed gebruiken. Ik zag daar nog een dropper. Die kan ik ook mooi gaan gebruiken binnenkort. Heb ik geen hout of steen meer? Heb ik geen cobblestone meer, jongens. Geen cobblestone meer. Hoi. Dat is best wel crap eigenlijk. Mag ik even snel wat cobblestone fixen? Ik bedoel, dan ga ik hier naar beneden. Hak ik even snel wat weg. ISO 1, 2, 3, 4... Oh shit. En ik ga waarschijnlijk dit ook binnenkort tijdens een livestream ga ik de monster spawner ga ik dat waarschijnlijk fixen. Tenminste alles ga ik even mooi uitgraven en zo. Want daar zit waarschijnlijk 2 uur lang werk in om dat allemaal te fixen. En om daar 2 uur, dat is ongeveer 4 video's. 4 tot 6 video's om voor een monster spawner en zo. Dat vind ik eigenlijk net te. En dat is ook helemaal niet leuk om naartoe te kijken hoe ik een monster spawner maak. Ik laat dat natuurlijk uiteindelijk zien. Ik ga waarschijnlijk dan highlighten. Mijn mobiel slaat op hol. Kijk, wat doen we met dit mee? Oh, oké, gooi hem achter. Makkelijk, want je hoort dat niet te doen. Oh, we hebben een crucible nodig. Oh, wat is een crucible dan? We hebben geen cauldron, maar een crucible. Oh, een crucible. Zoals het goed is, gewoon dit. Ik denk het hoor. Ik weet het niet zeker. Oh, nee. Oh nee, ik dacht dat je serieus dan een cauldron en dan kon je het veranderen in een crucible. Wat is een crucible dan? Een Thorncraft. Oh, die kunnen we niet researchen. Dan klik ik gewoon op. Hoe kunnen we dat maken? Er staat er serieus niks bij. You may all be looking for cauldron. Nee, ik wil crucible. Thorncraft 3. I guess. Nee, ik wil niet Thorncraft 3. Ik wil Thorncraft 4, please. Crucible. Ik denk dat we dat gewoon even moeten... Ik denk dat hij hierin staat. De crucible. Even kijken. Alchemy misschien? Hier, crucible staat hier gewoon. What the fuck? Dat is echt... Ja, zie je. Dus ik heb het wel gelukkig wel goed gedaan.
Dus wat we moeten doen is deze hier neerleggen. En dan gewoon even met ons magic wand. Klik! En dan is deze natuurlijk kapot. Maakt niet uit. Dan plaatsen we die zo. En dan hebben wij een crucible. Super chill. En die crucible die moeten we weer kapot maken. Kom maar hier, crucible. Chill. En dan moeten we waarschijnlijk hierin doen. Dan moeten wij met ons arcane stone. Moeten we dat even zo doen. Crucible hier zo. Als ik het goed heb. Ik ga even terug op mijn pagina waar ik alles heb staan. Ik google het gewoon. Als je het niet begrijpt, google is your best friend. En dan doen we zo. En ik denk met ons magic wand. Nee. Oh my god, waarom werkt die niet? Oh, het zijn verschillende. Het zijn andere blokken. Een arcane stone blok is het. Het is toch dit? Het is toch een arcane stone blok? En een furnace? Wat is dit dan? Furnace. Een crucible. Een crucible. Oké, ik weet niet. Jongens, ik ga even kijken wat het probleem is. Oké, jongens, ik heb het even snel opgezocht. En je blijkt dat je eerst deze moet researchen. En dan kan je uiteindelijk doorgaan naar een arcane furnace. Dus ik zat even fout en ik moet eerst deze gaan researchen. Dus laten we dat maar even gaan doen. Heb ik wat scribbling tools nodig. En bam, dan gaan we deze even researchen. En ik ben benieuwd wat dit... Of Alimentium, ik weet wat dat is. Alleen... Hoe moeilijk dat is. Even kijken. Ik pak zeker al even de website erbij. En dan ga ik even kijken hoe we dit kunnen neerzetten. Allee, om deze te researchen is echt super makkelijk. Dat zie ik gewoon. Ik heb niet eens die websites voor nodig. Vuur. En dan kan je weer Potentio doen als het goed is. Waar staat die? Waar staat Potentio? Potentio. Meneer Visje. Vis met hand. Dus dat lijkt er wel op. Dat lijkt op een vis met hand. Iedereen ziet er waarschijnlijk wat anders in. Oh my god, die hebben we niet meer. Wat zit in Potentio? Ik ga even kijken. Oké, als het goed is, kunnen we dan vuur, Potentio. En dan doen we hier ook Potentio aan. En dan doen we daartussen, doen we Ignis. Of Ingis. Ignis is het. En dan bam, hebben we hem klaar. Super makkelijk. En dan gaan we even kijken. Gaan we discoveren. Alimentium hebben we nu. Nou, super chill. Ik klik allemaal op de verkeerde knopjes. Dat is ook natuurlijk super chill. we kunnen gunpowder kunnen we ook maken. En dan moeten we nog Nitor moeten we researchen. Nou, die is als het goed is ook super makkelijk. Dus laten we die ook maar meteen gaan doen. Hoppakee. Hier, ik heb nu wel een beetje door hoe ik dit krijg. Oh, you have run out of ink. Dat is iets minder. waar is mijn ding? Hij is weg. Uh-oh. Dan moet ik een nieuw inktpotje maken. Dan moet ik een nieuw scribbling tool. Refill your scribbling tool. Ja, maar hij is weg. Oh nee, niet. Hij staat hier. Oh, what the fuck. Ik ben blind. Ik ben serieus zo ontiegelijk blind. Even kijken. Ignis doen we dan. En een lichtje. Dus dan doen we vanaf... even kijken. Dan hebben we natuurlijk die makkelijke website erbij. En dan doen we van lichtje. Doen we naar vuur. Ignis. En dan doen we find connection. En dat is dan Lux naar Ignis. Dus vuur. Of licht naar vuur. Naar cold. Oké, deze begrijp ik niet. Dat past waarschijnlijk niet. Nee. Naar Ignis. Ik weet niet hoe ze hier die connectie zien. Maar dit klopt niet. die website die klopt nu niet. Nee. En dan weer Ignis, zeggen ze. Maar dit klopt niet. Nee. Ik ga even kijken hoe we dit kunnen oplossen dan. Want we hebben dan Lux. En Lux is, even kijken, is vuur en nog wat. En waar staat Lux hier in deze website? Lux is air en vuur. Dus waarschijnlijk moeten we hier air. Nee, we moeten hier air. Daarna vuur. Ik ben dom. Ik ben serieus dom. Oké, dus we gaan van... deze kunnen we even weghalen. We gaan van vuur gaan we naar Lux. Even kijken, hebben we nog Lux over? We hebben geen Lux meer. Dus Lux, om dat te maken, is Air en Ignis. En hoeveel Ignis heb ik nog? Oké, daar heb ik nog genoeg van. En dan Air en dan bloep. En dan hebben we Lux. Lux doen we dan hierbij. Dan doen we Tenebrae. En Tenebrae is een soort ring. Ik weet niet of we die hebben. Oh, jawel, hier. Darkness is het. Tenebrae. En dat doen we... En dat doen we hier, als het goed is, vuur, denk ik. Nee, dat is nog steeds niet geconnect. Oh, dan moeten we hier weer Lux doen, toch? Ja, dan moeten we hier weer inderdaad Lux doen. Dus dan moeten we weer eentje maken. En dan hebben we het, als het goed is. There we go, guys. Wij hebben Nitor. Gaan we even researchen. Bam. En als het goed is, moeten we dan deze nu doen. En dan moeten we wat scribbling tool weer gaan gebruiken. Boop. En dan hebben we nu deze. Oh my god, we hebben zoveel progressie vandaag, jongens. Dat is echt ziek. Gewoon echt serieus ziek. Dit wordt een moeilijke. Dit wordt een leuke. Ik ga even kijken hoe we dit precies kunnen fixen. Want we hebben natuurlijk een arcane... hoe heet zo'n arcane hupplepup? Arcane furnace uiteindelijk nodig. Oké, dit is Fictus.
Vectus, oftewel Life en Water. Bam, en dan hebben wij Lim. Wat, ik weet het niet. Het staat, oh hier, het staat daar. Limus hebben we. Dus dat is chill. En dan weet ik al de connectie, want deze is niet zo super moeilijk. Ik doe het niet uit mijn hoofd. Ik heb er altijd een guide bij. Want anders duren de video's echt gewoon 20 uur lang. En dan ben ik 10 uur lang bezig om dit te zoeken. Dus ik, als het goed is dit hem. En dan moeten we hier weer een slimepje toevoegen. Slime naar ijs. Ijs naar elektriciteit of zo. Weather. Dus dat doen we hier zo. Weather. Oh, dat klopt niet, want nee, dat is logisch, want hij moet natuurlijk bij water. Maar klopt dat? Dat klopt niet. Oké, dat maakt niet uit. Dat ijs daar doet niks. Dat doet serieus niks voor me. Dan doen we air. En dan doen we, als dit werkt, hè, dan, als het goed is, het moet werken, want die website zegt het. Maar dan hebben we vacuüs nodig. En we gaan even kijken op de website, die natuurlijk ook in de beschrijving staat. Kunnen jullie het zelf ook allemaal doen. Het is echt een super chille website. Dan hebben we air en perdito hebben we nodig. Dus air, dat is deze. En perdito is deze. Bam. Dan maken we maar een paar van. Hoppakee. En dan hebben wij hem als het goed is nu. Waar staat hij ook alweer? Hier zo. There we go. Bam, hij is klaar. En we hebben een distilleration. Oh, I don't know what it is. I really don't know. En als het goed is kunnen we hier een alchemical furnace van maken. Dus dat is super chill. Dus dan gaan we hierin. En als het goed is zou hij dan moeten doen. Hij zou dan toch moeten doen. Of ben ik nu gek? Arcane furnace en crucible. Arcane workbench. Ja, hij zou moeten doen. Maar misschien moet ik alles er eerst uithalen. Omdat het natuurlijk eerst in stond. Dus dan doen we zo. En dan tik, 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 tik. There we go. Zie je, we moesten er even uithalen. En we hebben de alchemical furnace. Waar we voor kwamen, jongens. Eindelijk. We hebben hem gefixt. En die proppen we hiernaast. En ik ben benieuwd hoe dit werkt. Ik gooi hier gewoon wat stone in. En we moeten het waarschijnlijk ook fuelen. Dus ik doe... Oh my god. Oh my god. Dit is... Als dat is... hoe heet dat? Oh, we gaan gewoon even lezen, want ik lees nooit. Dat is echt serieus. You see a future need where you will need ready access to multiple different kinds of aspects. Not just primal aspects drawn for your want. Using basic alchemical principles, you have devised... I don't know. A way to break down objects and convert them into essentia. Dat is waarschijnlijk essentia is liquid... essence, waarschijnlijk. The first step in this process requires alchemical furnace. The alchemical furnace works much like a normal furnace by burning coal to produce heat, but instead of smelting ore into metal, it breaks down object into a slurry, raw, unprocessed essentia. Okay. Dat is best wel heel ziek, maar wat hebben we hier uiteindelijk aan? Jullie zeggen dat ik het moest maken, dat je hier essence van kan krijgen, alleen... Moet je dan misschien met een bucket gaan pakken? Ik pak het wel. Ik ga wel even iets bijpakken. Ik gooi er wel meer essence. Ik ga gewoon wat erbij gooien. Hoppakee, rot en flash ga ik er wat bij gooien. Hier. Dan krijg ik lekker veel. Maar als het goed is het vet gevaarlijk, of niet? Like, je kan je hele wereld ermee corrupten. Uiteindelijk. Denk ik. En ik giet het er gewoon zo. Hoppakee. Lekker gevaarlijk bezig, Sam. Maar nee, ik weet niet of het gevaarlijk is. Ik weet wel dat V gevaarlijk is. Alleen ik weet niet of dit gevaarlijk is. En wat nou als het vol zit? Oké, dan moet je waarschijnlijk met dit pakken. Essential tubes. Alleen, ik weet niet precies hoe je hier die dingen eruit kan pakken. En hoe, tenminste, wat je eraan hebt. Dus daar heb ik weer jullie voor nodig, jongens. Daar heb ik wat research. Ga ik natuurlijk ook doen. Alleen, ik begrijp niet precies wat je hieraan hebt. Ik dacht dat je gewoon een paar... Oh, misschien kan ik wel met mijn wand doen, trouwens. Zal dat werken? Ik denk het niet, maar we zullen het zien. Nee, zie je, dat werkt ook niet. We hebben in ieder geval nu dit. En zet maar in de reactie wat ik eraan heb. Ik denk dat we het wel nodig hebben, want dan kunnen we uiteindelijk raw van die... Van, net als wat ik eigenlijk nu doe. Zo, boep. Maar dan krijg ik het er waarschijnlijk van in liquid. En dat kan ik misschien combineren of uiteindelijk converten in weer essence of zo. Dat ik uiteindelijk al die essence eruit krijg, I guess. Lijkt mij logisch, alleen ik weet het niet zeker. Dat zullen we wel zien. Jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. Thank you very much voor alle likes. We hebben weer twee lucky blocks opengemaakt. We hebben natuurlijk de Iron Block en een Rotten Flash. Super tof. Volgende, of morgen gaan we het gewoon weer doen. Thank you very much, guys. En heel wat ik kan zeggen is peace.